Koolmonoxide-ongevallen komen vaker voor dan we denken. De Onderzoeksraad voor Veiligheid vermoedt dat het werkelijke aantal slachtoffers drie tot vijf keer zo groot is als wordt aangenomen. Ook het beeld van oude en slecht onderhouden gijzers of gaskacheltjes als voornaamste bron moet worden bijgesteld. In bijna de helft van de onderzochte gevallen werd de koolmonoxidevergiftiging veroorzaakt door een moderne cv-installatie. Deze apparaten werden bovendien meestal periodiek door een installateur onderhouden. Hoe komt het dat er in Nederland elk jaar nog steeds honderden koolmonoxidevergiftigingen voorkomen, waarbij slachtoffers te betreuren zijn? Waarom heeft de toegenomen kennis en de modernisering van verwarmingstoestellen niet geleid tot het uitbannen van koolmonoxideongevallen? Naar deze zaken heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek ingesteld. In de avond van 5 januari 2012 kwam bij de politie een melding binnen dat drie vriendinnetjes van 10, 11 en 12 jaar oud in de badkamer van de woning van een van hen waren en niet meer reageerden. Nadat de badkamerdeur was geforceerd, werden twee meisjes levenloos in bad aangetroffen. Het derde meisje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere bewoners die beneden in de woning verbleven hadden ook vergiftigingsverschijnselen. In de bijkeuken op de begane grond hingen een gasgestookte HR-CV-ketel en een badgijzer. De toestellen waren drie maanden voor het ongeval nog geïnspecteerd en onderhouden. De stormachtige wind die avond verstoorde de afvoer van rookgassen uit de brandende gijzer. Doordat de afvoer verkeerd was geplaatst, stuwde de wind de rookgassen terug de bijkeuken in. Hierdoor recirculeerde lucht in en om de gijzer. Recirculatie is een veel voorkomende oorzaak van het ontstaan van koolmonoxide. De bijkeuken vulde zich met het giftige, reukloze en onzichtbare gas. Deze stond met een stortkoker voor wasgoed in verbinding met de bovengelegen badkamer. De mechanische afvoer in de badkamer zoog de giftige rookgassen hierdoor naar boven, met de fatale afloop als gevolg. Een ongeval met koolmonoxide kent altijd twee gebeurtenissen. Allereerst moet het toestel een hoge concentratie koolmonoxide produceren. Dit gebeurt meestal door onvolledige verbranding met te weinig zuurstof of recirculatie. Vervolgens moet de ontstaande koolmonoxide in de ruimte, bijvoorbeeld een woning, terecht kunnen komen. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs dezelfde woning te zijn als waar de koolmonoxide ontstaat zoals uit het volgende voorval blijkt. Op 25 december 2010 zijn in dit flatgebouw twee jonge mensen overleden aan koolmonoxidevergiftiging. Het gebouw was onlangs gerenoveerd. De CV-installatie op de begane grond was nieuw, maar verkeerd afgesteld. Daardoor produceerde deze veel koolmonoxide. Achteraf bleek dat de afvoer van deze CV niet goed was geïnstalleerd en los zat waardoor de koolmonoxide door een schacht en het verlaagde plafond in de bovenste woning vrijkwam. Ook in de naastgelegen woning was een dodelijke concentratie koolmonoxide aanwezig, maar hier waren de bewoners gelukkig niet thuis. Dit ongeval toont aan dat zelfs een nieuwe installatie die door een gecertificeerd bedrijf wordt aangelegd, dodelijk kan zijn als aan de twee eerder genoemde voorwaarden wordt voldaan. Het toestel produceert veel koolmonoxide en deze kan in de woning vrijkomen. De onderzoeksraad concludeert dat in bijna de helft van alle onderzochte gevallen een CV-ketel de bron is van koolmonoxidevergiftiging. Gijzers zijn voor minder dan een derde van de ongevallen verantwoordelijk. Wat verder opvalt is dat deze toestellen in de meeste gevallen recent waren aangeschaft of periodiek werden onderhouden door een erkende installateur. Oftewel een installateur met een kwaliteitslabel. Bewoners en eigenaren kunnen er niet van op aan dat een installateur met een kwaliteitslabel vakmanschap levert. De onderzochte apparatuur valt niet uit als deze onveilig functioneert. Bij de badgijzer drukte de wind de rookgassen terug naar binnen, maar deze sloeg niet af. De afvoer in de flat was ondeugdelijk aangelegd, maar dat werd niet opgemerkt. Het systeem van verwarmingsapparatuur is bovendien niet beveiligd tegen menselijke fouten. De cv-ketel in de flat was verkeerd afgesteld, waardoor heel veel koolmonoxide werd geproduceerd, maar deze bleef functioneren. Koolmonoxide is een uiterst giftig, maar reukloos, smaakloos en onzichtbaar gas. Dat maakt dat vergiftiging door blootstelling vaak niet wordt opgemerkt. De eerste tekenen van vergiftiging lijken betrekkelijk onschuldig. Ze kunnen echter snel leiden tot blijvende schade aan de gezondheid of erger. Op 21 januari 2013 trof de beheerder van een permanent bewoond vakantiehuis de bejaarde bewoner dood aan. Een arts en de politie constateerden een natuurlijke dood. Een zoon van de man kwam naar de woning vanwege het overlijden van zijn vader en bleef daar overnachten. De volgende dag bleek ook hij overleden. De wederom gealarmeerde politie vermoedde voor het eerst koolmonoxide. De agenten hadden de avond tevoren al last van hoofdpijn gehad, maar deze toen niet aan koolmonoxide gekoppeld. De brandweer kon uiteindelijk met meetapparatuur een dodelijke hoeveelheid koolmonoxide vaststellen. De oorzaak bleek de cv-installatie, deze was drie maanden eerder geïnstalleerd. In het vakantiepark wordt gestookt op propaangas. De installatie was daar niet op aangepast. Bovendien was de rookgasafvoer verkeerd bevestigd, waardoor deze lekte. Na dit ongeval is onderzoek gedaan naar andere cv-installaties die door dezelfde installateur waren geplaatst. Diverse installaties bleken veel te veel koolmonoxide te produceren. Bij dit ongeval in een vakantiewoning heeft het lang geduurd voor de koolmonoxidevergiftiging werd herkend. Diverse personen zijn aan hoge concentraties blootgesteld. Een koolmonoxide melder had wellicht levens kunnen redden. Deze melders worden overal verkocht, bijvoorbeeld in bouwmarkten en huishoudzaken. De betrouwbaarheid laat echter te wensen over. In een recent onderzoek faalden 10 van de 25 onderzochte apparaten op één of meerdere onderdelen. Een goed werkende melder is echter vaak de eerste en enige waarschuwing voor de aanwezigheid van koolmonoxide. De onderzoeksraad concludeert dat bewoners en woningeigenaren over het algemeen doen wat binnen hun mogelijkheid ligt. Zij vervangen hun oude apparatuur meestal tijdig door nieuw en laten deze regelmatig onderhouden door een vakman. De installateurs hebben ook een sleutel voor het veiliger maken van verwarmingstoestellen. Dan moeten zij bij onderhoud en plaatsing niet alleen naar het toestel kijken, maar naar de hele installatie in samenhang met de woning. De fabrikanten kunnen bijdragen door installaties te maken die onder alle omstandigheden veilig zijn. De overheid moet een wettelijk verplichte uniforme erkenningsregeling instellen voor installateurs. Dit moet het vertrouwen van de consument waarmaken door meer toezicht op vakmanschap en veiligheid. De overheid moet ook de onderzoeksresultaten van tests van koolmonoxide melders openbaar maken, zodat consumenten voor een betrouwbare melder kunnen kiezen.